Suriname is door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, vrij verklaard van mazelen en rode hond. Dit deelde minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vandaag mee tijdens de uitreiking van WHO-certificaten aan het ministerie voor het behalen van deze mijlpaal. Ook aan de verschillende organisaties die een bijdrage hieraan hebben geleverd, waaronder de medische zending, werden certificaten overhandigd. De minister heeft verder ook twee koelkasten die op zonne-energie werken aan de medische zending overgedragen, ter ondersteuning van het vaccinatieprogramma van de instelling. De minister zegt dat door samenwerking deze mijlpaal is bereikt. Maar we hebben als Suriname een mijlpaal bereikt in ons nationaal immunisatieprogramma. En dat heeft te maken met de eliminatie van een aantal, laten we het kinderziektes noemen. De meest bekende zijn mazelen en rubella. Dat wij een eliminatiegraad bereikt hebben in de regio, maar voor ons natuurlijk belangrijk binnen onze grenzen. Je doet het niet alleen. We hebben dit met een aantal belangrijke partners kunnen doen. BOG is natuurlijk de werkarm van het ministerie die belast is met de uitvoering van het immunisatieprogramma. Maar de belangrijke partners mogen niet vergeten. In de eerste lijn uiteraard de RGD, de medische zending, de particuliere consultatiebureaus, maar ook de ziekenhuizen die een deel van de immunisatie doen bij pasgeborenen. En jongeren onder de tot 2 jaar. En de internationale partners, PAHO, die via wie wij de vaccins inkopen, op een, via de inkoopprocedure van PAHO. Er zijn ook inkoopvoordelen die we met die partnership weten te bereiken. En UNICEF. De VN-organisaties moeten we zeker niet vergeten. Yitades Gebre van de PAHO zegt dat Suriname trots mag zijn op het behalen van deze graad. Het is namelijk de hoogste graad die een land kan behalen voor het elimineren van een ziekte. De PAHO director has announced that after 22 years of hard work and continued political commitment by the governments of the region, which Suriname is one of these accomplishments, the leadership of the countries, the ministers of health, has been very much announced recently that all those countries, including Suriname, have eradicated and eliminated vaccine-preventable diseases. The interruption of smallpox was the history in 1971. And polio in 1994. Now, the rubella congenital syndrome in 2015. In 2016, this year, we have also, it was announced, Suriname included many other countries, all of the in the Americas have already eliminated endemic measles. With this, I would congratulate the government of Suriname, the Ministry of Health, and all healthcare workers who have been working very hard to eliminate and achieve this. Aldus Yitades Gebre, vertegenwoordiger van de PAHO. Suriname is mazelen, rode hond en rode hond syndroom vrij verklaard voor de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.